Hallo, goed om je te zien. Ik ben Daan van Cannenburg, Kermis en Campus in Almere. En ik zit hier in de nieuwe 2024 Fendt Bianco Active en wel de 465 SGE. Uitvoering met enkele bedden. En eigenlijk een compacte uitvoering met enkele bedden. Waarbij ik eerst als een beetje sceptisch was bij het zien van de indeling wat betreft de zithoek. Een 465 enkele bedden, over het algemeen een caravan die gekocht wordt door een echtpaar met twee personen maar gebruikt wordt. Dus niet zozeer de behoefte heeft aan extra slaapplaatsen, maar die wel eigenlijk graag alle comfort willen, omdat ze misschien wat meer tijd hebben en wat langer onderweg kunnen zijn. Ja, dat is wel hartstikke moeilijk om dat allemaal in een compacte caravan te krijgen. Maar Fendt laat hier zien een geweldige caravanbouwer te zijn en dat ook allemaal in een compacte uitvoering zoals deze te stoppen. Zelfs nog met een onwijs goed laadvermogen. Want we zitten hier in een caravan met een 1321 kilo eigen gewicht en een maximaal toelaatbaar gewicht tot 1700 kilo. Dat maakt om en nabij een 380 kilo aan laadvermogen. En deze caravan heeft, ondanks dat hij compact is, mijn idee heeft hij gewoon alles. Wat dat betreft is Fendt super geslaagd. Nou, ik was dus wat kritisch over de zithoek, dus laten we daar maar meteen over beginnen. Ja, ik ben toch gewend om een rondlopende zitgroep te zien, of twee lange banken. En dat ziet er dan eigenlijk allemaal wat volwaardiger uit als het ware. Dat wordt ook veelal gedaan, zodat je daar dus twee extra slaapplaatsen van kunt maken. Maar in de praktijk wordt daar helemaal niet zozeer van die extra slaapplaatsen gebruik gemaakt. Hoe heeft Fendt het nou opgelost? Die hebben gezegd, weet je wat, wij maken een hoekopstelling. En eerst als je denkt ook, ja, dat is leuk. Eén kan lekker onderuit gaan zitten. Oh. En die andere, die is de sjaak. Maar dat is niet zo. Fendt heeft dat super slim opgelost. Zoals je kunt zien, is de hoek uitgevoerd met een vrijstaande tafel. Nou, als ik die tafel even wat roteer, zou ik hem sowieso wat opzij kunnen schuiven. Dan zie je ook, er komt er een hele mooie, standaard meegeleverde, mooi met een beetje een sky omkleden, poef, tevoorschijn. En zo heb je het vaak, nou, ik thuis ook, hè, een lekkere hokker of een poef erbij. En voilà, ik kan heerlijk naast mijn partner plaatsnemen, armpje eromheen. En wij kunnen samen geweldig even onze serie Netflixen of wat dan ook. En dat kan ook super comfortabel hier, omdat je ook nog eens op een hele mooie afstand zit van je beeldscherm. Het is namelijk zo, dat is bij binnenkomst hier tegenover is een mooie uitsparing gecreëerd, waar een kabelvoorbereiding zit, stopcontacten, een mooi laag dressoir. Dat maakt ook dat je bij deze caravan, anders dan bij veel caravans, een tv op gewoon prima ooghoogte en mooie afstand hebt hangen. Uiteraard plaatsen we zo'n tv dan voor je op een uitstelbare arm. Waardoor je hem eventueel zelfs nog wat naar je toe kan halen als je dat prettig vindt. De tafel heeft een mooie ronde hoek. Dat maakt hem ook ergonomisch gezien wat praktischer om in en uit te kunnen stappen. Je ziet, je hebt ruim voldoende zitruimte om ook visite te kunnen ontvangen. En die kan natuurlijk ook even lekker bijschuiven op het moment dat je zit om even aan te kloppen en een praatje te maken of een bakje koffie bij je te komen doen. Dus allemaal ruim voldoende aanwezig. Hij is lekker licht vanwege een groot dakluik boven je zitgroep. Er is gedacht aan opbergruimte in de vorm van een hangkast hier in de hoek. Mooie hoge opstelling met een grote opbergruimte daaronder. En dat alles is ook, normaal gesproken heb je eigenlijk een hangkast altijd met een verwarmingssysteem, een kachel eronder. Nou, dat is hier even anders opgelost. In de Active series bij Fendt is er geen traditionele gaskachel met de traditionele losse boiler. Nee, hier is het een combi-systeem. Moet je denken aan een soort van cv-ketel. Dit is een Truma Combi 4 systeem. Dat is een apparaat dat werkt standaard op gas. Heeft 10 liter warmwatercapaciteit. Dus je hebt een grote warmwatervoorziening in deze caravan aanwezig. De uitvoering waar we hierin staan, die hebben we dan meebesteld af fabriek als ook een Elektra variant. Daarmee kun je dus zowel verwarmen als warm water doen op basis van gas ofwel Elektra 230. Heb je maximale flexibiliteit. Die bevindt zich overigens onder de bank hier voor u aan de rechterzijde. Nou, zoals we het net al verteld, er is dus een mooi dressoir aanwezig met een opbergkastje hieronder met wat nodige bergruimte. Er zijn wat leuke vakjes om wat dingetjes kwijt te kunnen. Heel fraai indirect verlicht. We hebben door deze hoekopstelling ook nog eens een keer het grote voordeel van enorm veel bewegingsruimte in deze toch compacte caravan met enkele bedden. Koelkast is gigantisch groot. Dat is een groot voordeel, want normaal gesproken bij een opbouwmaat als deze met enkele bedden, met een zithoek, heb je eigenlijk standaard een kleine koelkast, want er is gewoon geen ruimte om dat grote apparaat kwijt te kunnen. Nou, door die slimme oplossing heeft deze caravan dat juist weer wel. Hier zit dus die 133 liter absorptiekoelkast van Dometic in. Want die 100 absorptiesysteem houdt simpelweg in dat die koelkast ook kan werken op 12 volt. Ook kan werken op 230 volt en op gas. Dus je hebt drie bronmogelijkheden. Je hebt een automatische bronkeuze variant. Die koelkast heeft een gigantisch mooi groot vriesvak aan de bovenzijde. Heeft een vers houtlader voor groente en fruit aan de onderzijde. Dus lekker veel bergruimte en flexibiliteit.
Mooi is ook, je kan hem zelfs vanuit om het hoekje, vanuit je zithoek zo open doen. Je hoeft niet eens op te staan vanuit je luierstoel om wat lekkers uit de koelkast te snijden. De koelkast is mooi omhoog gebracht, dus ook daar heel ergonomisch. Alles goed te bereiken, je hoeft er niet voor te bukken. En de ruimte eronder is meteen weer praktisch ingedeeld als een extra grote opbergkast. Toegangsdeur is standaard voor Nederlandse markt ook uitgerust met een plissé hoordeur. En daarnaast hier dan bevindt zich dan een keukenopstelling. En weer een voordeel van deze compacte variant. Eigenlijk normaal gesproken heb je altijd een keukenblok in een maat als deze. Die heeft puur kookgedeelte en een spoelgedeelte. Heeft geen werkruimte. Nou, dat hebben ze super handig opgelost door een wat verhoogd bar element te maken. Waardoor je toch net even die extra ruimte hebt om iets weg te kunnen zetten. Een waterkokertje, een koffiezetapparaatje kwijt te kunnen. Nou, daarvoor zitten ook de nodige voorzieningen hier. 230 volt stopcontact. Er zit lichtschakeling in het afwerkpaneeltje weggewerkt. Dat is een nieuwe afwerking voor 2024. En ook zelfs een indicator van je verswatervoorraad. Standaard is er een 25 liter verswatertank ingebouwd met een buitenvulpunt. Nou, door die wat bredere opstelling ook meer bergruimte in je bovenkabinet. In plaats van twee kasten heb je mooi drie kasten. Dus gigantisch veel opbergruimte. Dus je kan het zien, ook meteen al praktisch opgedeeld door de fabrikant. En daar zit natuurlijk een heel mooi soft close systeem op. Met een goede transportsluiting voor onderweg. Nou, dit soort vensters, zoals hier in de keuken, die zijn rondom te vinden. En die geven je de mogelijkheid, dat zijn uitstelbare vensters. Die kunnen een aantal standen worden geplaatst, diverse kantelstanden open worden gezet. Geldt rondom vensters, uitstelbaar en voorzien van een hoor, al dan niet een blinderingsscherm. Gecombineerd. Nou, een brede gaskookopstelling, grote brander aan de linkerkant, twee medium branders op midden en rechts. Elektronische ontsteking is er ook bij aanwezig. Zo. En we hebben een mooie RVS vierkante wat diepe spoelbak met een mengkraan voor warm water in je keuken. Het blok zelf is verder uitgerust met een goede brede lade aan de bovenzijde. Je hoofdgaskranen zijn daar ook in te vinden. En daaronder twee voorraadladers. Zoals je kunt zien, ook daarop soft close toegepast. En een goed sluitsysteem. En dan helemaal aan de linkerzijde bevindt zich nog eens een keer een fraaie hoge apothekerskast. Dan het middengedeelte bevindt zich het sanitair. Nou, je ziet aan de buitenkant twee goede kapstokhaken aangebracht. Openen het met mooi beslag, metaalbeslag, goed sluitwerk. Zien we ook nog wat kledinghaken aan de binnenzijde van de wc-deur. Nou, een mooie, chique afwerking. Niet allerlei plastic materialen. Echte meubels gebruikt voor de bovenkasten. En ook, kijk, daarin is netjes een stukje opdeling verwerkt. In het bovenkastje zelfs een mooi stopcontact weggewerkt voor te scheren en feunen. En ook op die bovenkasten is weer een soft close. Wat open vakjes om kleine spulletjes kwijt te kunnen. Echt een mooi wastafelmeubel erin met de mengkraan. Gigantisch grote spiegel met een hele lange verlichting langslopend. Indirecte verlichting langs het ondermeubel. Het is gewoon een hele chique toilet. Er zijn wat haken ook aan de achterzijde weer te vinden. En qua toiletvoorziening een Tedford cassettetoilet met elektrische spoeling. Indicator van zowel de spoelwatervoorraad als de opvangbak is daarbij aanwezig. Nou, die eerder besproken combiketel, cv-ketel die in deze wagen aanwezig is, die zorgt dus ook voor de verwarming. Die verwarming dat doet hij door middel van het rondblazen van de warme lucht. Dat is een buizensysteem wat eigenlijk door de fabrikant helemaal rondgeleid wordt door de caravan. Mede ook zo de toiletruimte mee verwarmt. Hij blaast zelfs achter de schotten langs de kussens en de ramen langs. Dat noemen we dan een winterverwarming, zodat je een hele goede ventilatie hebt. Een goede verdeling van je warme lucht. Nou. Zoals je kunt zien is een lekkere lichte caravan en dat is omdat ook hier boven mijn hoofd nog eens een keer zo'n groot dakluik bevindt. Dus er zijn twee grote dakluiken standaard voorzien in deze caravan. Nou, dat is een systeem wat met een draaihendeltje gaat, dus je klapt dat uit. En je kan vanuit een redelijk acceptabele hoogte toch een dakluik helemaal open kantelen. Ik hoef niet hoog te reiken. Uiteraard zijn deze luiken voorzien van hoorn en verduistering. Dus lekker veel natuurlijk licht en ventilatie is daarmee mogelijk. De slaapkamer zelf biedt een mogelijkheid om geblindeerd te worden. Dat gaat in twee delen. Eén gedeelte gaat vanuit het zijscherm. En dan moet ik het even, ik zou het misschien aan de verkeerde kant, maar het zal me wel lukken. Zo, kijk. En het andere gedeelte komt dan vanuit de keuken. En voilà, op deze manier kun je even wat privacy creëren. En voor transport is het zo weer opgeborgen.
nog meer kapstok haken. Ja, je kan al je jasjes en mooie spullen meenemen. Zijn er hier gecreëerd. Ook van die leuke plekjes even uit het zicht. Dat alles netjes blijft in je mooie caravan. Nou, ook hier kan je weer zien. Hele grote kastpartij die rondom loopt in het slaapgedeelte. Ik denk de tijd wordt dat we eventjes van stuivertje gaan wisselen. Dan kan de cameraman even naar de zithoek en dan kan ik even lekker in bed gaan liggen. En als ik zeg, nou, een compacte caravan die alles heeft, kijk eens even wat een gigantisch mooie, lichte, maar ook ruim opgestelde slaapkamer deze wagen heeft. En het wordt nog mooier, want ondanks de compacte afmetingen, bedden van 85 centimeter breed. En geloof me, dat is voor een caravan echt mooi. Dus eerder vaak 75 tot 80 centimeter, dus je hebt toch een bredere bedopstelling. Sterker nog, de bedden zijn 2 meter lang. Nou, helemaal goed, voor geld voor beide van die bedden. Zijn standaard, echt wel met kwalitatief goed uitgevoerde binnenveringsmatrassen. Liggen op een lattenbodemconstructie met flexibele veerbruggen. Sterker nog, er is een instelbaarheid op het donkerblauwe gedeelte. Dus een beetje het drukpunt van het in het bed. Daardoor het verschuiven van die punten maak je je bedbodem wat soepeler of wat stijver. Net wat je zelf prettig vindt. Je kunt die bedden eenvoudig liften. Waardoor je de toegang krijgt tot de gigantische bergruimte die zich onder die bedden bevindt. Nou, hier zie je van binnenuit ook al een heel groot luik zitten. Dus eigenlijk aan je deurzijde, je luif of tentzijde om zo te noemen. Daar heb je zo'n heel groot luik om zo de bagage van buiten naar binnen te kunnen brengen. Nou, wat dan hartstikke leuk is, kijk, uiteraard geldt dat ook voor het andere bed. Dat zal ik ook even omhoog zetten. Laten zien, dan zie je dat je dus 2 keer over die enorme bergruimte kan benutten. En ook 2 keer een luik hebt. Het is allemaal standaard voor deze wagen. Sterker nog, ze hebben bij Fendt echt goed door zitten denken. Ze hebben gedacht, ja, dan heb je hier een mooie grote bak, je hebt daar een grote bak. Maar misschien is er nog wel iets groters wat je mee wil nemen, wat je door wil steken. Nou, daar hebben ze dus eigenlijk al een voorziening in gemaakt. En die ziet er als volgt uit. Je kunt dus zo vanuit de ene kant een klep openzetten. En dat kun je ook vanuit de andere zijde doen. Die kun je borgen. En je hebt zelfs de mogelijkheid om allebei de bagageluiken aan de buitenkant open te zetten. En de spullen zo dwars door te steken. Nou, dat noem ik met je meedenken. Zo, en op deze manier is het allemaal weer snel opgeborgen en vergrendeld. Nou, zoals je wellicht kunt zien, ligt hier een heel groot matrasgedeelte. Dat behoort bij de eventuele optioneel te verkrijgen uittrekbare bedverbreding enkele bedden. Mondvol, waar het op neerkomt is dat er vanuit de standaard uitvoering de voorziening wordt gecreëerd dat er tussen de enkele bedden op deze wijze dus een lattenbodem uitgetrokken kan worden. Je legt die matrasdelen, leg je daarin en je creëert van je slaap 2 enkele bedden. 1 groot king-size 2-persoons bed. Nou, overige voorziening in je slaapkamer. Leespotjes, dubbele USB-contact aan de ene kant. En een 230 volt stopcontact aan de andere kant. Ofwel, wat dat betreft, het gaat je van alle gemakken voorzien in deze 465 SGE. Laten we ook de buitenkant nog even bekijken. Loop maar mee. Zo, nou, zoals je kunt zien, is een mooie, brede toegangsdeur. De verlaagde instap maakt het altijd net even wat prettiger om je Fendt caravan in en uit te stappen. Toegangsdeur is voorzien van een raamvenster, uiteraard met blindering. Heeft een grote afvalemmer aan de onderzijde. Een goede beugel om hem van binnenuit dicht te trekken. En een goed stevig deurbeslag. LED buitenverlichting. Fraaie hamerslag afwerking, solide lijstwerk op het plaatwerk wat een hele degelijke en chique uitstraling geeft. Kijken we naar de rechtervoorzijde zien we dus dat gigantisch grote serviceluik wat zich dus ook nog eens een keer aan de andere kant van deze caravan bevindt. Nou, perfecte maat om tafels of stoelen naar binnen te kunnen schuiven. Frontafwerking, super degelijk een kunststof afwerking. Lekker groot venster bij je zithoep aan de voorkant. Een ruim toegankelijke disselbak. Zoals je kunt zien, de klep gaat vrij naar boven. Wat de mogelijkheid creëert ook om eventueel hier een fietsendrager te plaatsen zonder al te veel moeite. Mooie witte disselafdekking behoort bij de standaard uitrusting. Uiteraard Alco stabilisatiekoppeling. De verzwaarde Alco uitrijsteunen bevinden zich eronder. En een hele stevige afwerking voor wat betreft de disselbak. Kunnen 2 kleine of grote flessen, allebei geschikt voor, geplaatst worden. Standaard wielkeggen, standaard een verrijdbare afvalwatertank. Het enige optionele wat je hier nog ziet is het originele reservewiel. Dit is de 465 SGE 2024. Ik wil je bedanken voor het kijken en ik hoop je snel te zien. Tot ziens!